YouTubers live events. Maar goed, ik hoop het. Ja. Ja? Fijn. Ja. Dus daar is het ook goed. En we zijn nu nog op de hotelkamer. Maar we gaan... Het is net als ik raar haar heb. Oké. Zo is het beter. Maar we gaan nu ontbijten. Steentje nog een beetje opzetten. Even bij de paardjes kijken. En dan gaat het paarden YouTubers live event van start. Yay! Dit is het dus. Ja. Ja. We gingen voor het ontbijt, maar we zijn te vroeg. Dus nu gaan we eerst even de stand aankleden. Dus we zijn hier al er doorheen gevloept. Even wachten, want Romy die zwaait. Kijk, en Romy is de eigenaar van Fien. Dus dat betekent dat ik lief moet zijn tegen Romy. Anders kan ik natuurlijk nooit Fien kopen. Dat gaat natuurlijk niet. Dus ja. Hè? Eindelijk op de foto met Fien. Eindelijk gewoon. Echt. Zo, ik ben bij de stand. En we hebben een tafeltje. En we hebben hier heel veel kleren hangen. Van klein naar groot. Goedemorgen. We zijn de auto ook vanaf deze kant aan het laden met Tatum. En als Tatum geladen is, kunnen we gaan. En Gina, ergens daar. Ja, ja, de openingsdans gaat bijna komen. Kom maar dames, laat maar zien. Hutsa. Het is wel een foute liedje. Goed zo. We zijn alvast aan het oefenen. En daar zijn de fans al. Hoe cool. Helemaal leuk. Zin in. Oké. Okay. Daar gaan ze hoor. Ze zijn er helemaal klaar voor. Ik heb gezegd dat ze normaal Simon. Nee, erg hè? Het is echt zo jammer. Ja, ben ik met je eens. Het spijt me ook oprecht. Misschien de volgende keer. Ja, ik snap het. Ik snap het. Ik snap het wel, ja. Maar ja. Nee, maar het is leuk. Het is leuk. Sorry. Het spijt me. Ta ta da ta da. Vlieg is? Ja, precies. Ja, heel goed. Pieter Lien. Jullie worden stier, hè? Ja, komt ie. Ta ta da ta da. Ja. Het gaat heel goed hier. Zijn jullie klaar om te dansen? Ja. Waarom staan jullie dan aan de zijkant? Ja, ik snap het niet helemaal. Ik denk dat we beter gewoon die kant op kunnen gaan, toch? Hé. Hey. Wat zei dat? Oh. Va, je moet het even uitleggen hoe je dat doet, dat gekke dansje van je. Zo. Ja, ik heb hem. Zap hem. Ja, Simon. Ik denk dat jij weer een tutorial op moet gaan nemen. Dat komt helemaal goed bij jou. Ik zie het best aan. Boah. Even wachten, dan noemen we het in slow motion. Ja, kom maar. 3, 2, 1. Kijk, mooie walsie. Een beetje jammer, Jordi. Het is echt teleurstellend, dit. Nee, jij kon er eerst. Ik had hem bijna meegenomen. Bijna, maar niet helemaal. Dat is jammer. Nou ja, volgende keer. Ik heb een roze. Nee, wat? Ja, maar niet of ik daarin pas. Ja, ik bedoel, ik ben niet heel groot. Er zijn grenzen. Ik heb zo'n korte broek. Ik heb wel een enorm pyjama bij me. Wat heb je? Een enorm pyjama. Oh, dan kun je niet morgen aan. Ja. Wat leuk. Goed plan. Ik hou je ervan. Ja. Gina die is nieuw bij ons. Nou ja, ze is niet nieuw, maar dit is de eerste keer dat jullie er buiten het dansje zien. Ze is mee naar het paarden YouTubers live event. En wat ga jij doen samen met Stephanie?
vloggen voor de springruiter. Juist. Dus... Zo zin in, echt leuk. Dus binnenkort kunnen jullie veel meer van Gina zien en dan wel als de springruiter die ze is samen met Stefanie.
Lunchtijd bij Hart voor Paarden. Met dank aan de organisatie voor de lunchpakketjes. Ze worden onderling wel enorm gewisseld, maar dat geeft helemaal niks. Dus dit is wat er dan gebeurt. Rick die jat wat hij vinden kan. Ja, dat moest ook voor mij, want jullie mochten niet meer patat en andere zooi blijven eten. Want anders worden jullie chagrijnig en druk en vervelend. En toch gaan we naar de Mac vanavond. Ja, maar dan eet je sla. Dat wist je nog niet, maar dan krijg je sla. Ik eet geen sla. Jawel. Jij mag sla. Ja, je krijgt sla. Dan krijg jij komkommer. Of een Happy Meal met worteltjes. Er zit sla. Geen worteltjes, man. Burger. Ja, worteltjes. Ik wil geen worteltjes. Ja, maar kind, jij gaat naar huis. Mama, ik wil geen worteltjes. Maar jij gaat naar huis, kind. Dus jij kan thuis kan je worteltjes eten. Rick, zal ik je wat vertellen? Ik heb je ooit een smoothie gegeven en daar zaten twee worteltjes in. Een smoothie? Maar dat is niet erg, maar dan proef ik het niet. Oké. Nou, dit is dus wat we doen als we niet op de paardjes zitten. Kijk, en Merel is hard aan het... Oh nee, Merel eet nu even, maar die is hard aan het werk. Dit is momenteel de meet and greet van Romy, van Fenna en de andere YouTubers. Wij natuurlijk ook. En er staan al aardig wat rijtjes hier en daar. Zeker wat hier allemaal voor Fenna natuurlijk ook al staat. Dan komen we daarna bij de andere kant. En, hallo! Kun je ook beschrijven? Ja, maar natuurlijk. Kijk hoe het nog kan hoor. En een leuke smiley. Wil je een hele blije smiley of een normale smiley? Maakt niet uit. Een hele blije wil jij dan. Dat zie ik al aan je gezicht zo. Dankjewel. De rij gaat hier nog steeds verder. En hier en daar. Wij zijn ook net aangeschoven. Fenna staat er al een tijdje. En die arme meid moet nog door. En hier zijn de dames. Nou, dit was een Paarden YouTubers Live Event dag 1. Ja. Morgen komt er een crossles online. Ja. En dag 2 van een paar YouTubers live event. Dus vergeet dat niet te kijken. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten. Vergeet niet te abonneren. En dan zeggen wij... Doei! Doei! Ik kan niet op de uitknop klikken, want ik kan niet met mijn vinger erbij.